Ik vind het echt doodeng. Hallo lieve mensen, tof dat je weer kijkt. Deze week een experiment waar ik volgens mij echt het meest tegenop zie van alle experimenten die ik heb gedaan. En dat zijn er wat. Ik ga namelijk een week zonder make-up lopen. En nu denk je misschien, en dat snap ik, mens, stel je niet aan. Maar je moet weten dat ik gewoon sinds mijn 14e nooit meer het huis ben uitgegaan zonder make-up op. Niet met sporten, niet met boodschappen doen, niks. Altijd wel iets van mascara of concealer. En de meeste dagen heb ik eigenlijk echt wel een stuk of 15 producten of zo op dit gezicht gesmeerd. De grap is eigenlijk dat ik het bij anderen vaak heel mooi vind. Heel klein beetje of helemaal geen make-up. Maar bij mezelf vind ik het verschil zo groot. Niet dat ik mezelf nou echt een compleet monster vind of zo, maar toch. Ik ben nu echt eventjes oprecht heel erg eerlijk met jullie. En ik zeg dit niet om aandacht te krijgen of zo. Maar ja, ik hoop oprecht dat ik na deze week het oké ga vinden om zonder make-up te lopen. En mezelf ook daarmee accepteer. Zeker aangezien ik in januari jarig ben en een bepaalde leeftijd haal. Is dit wel een mooi streven en echt iets wat ik gewoon nu eindelijk onder ogen moet zien. Maar ik kijk er echt tegenop. Ik ben natuurlijk geen beauty vlogger, blogger. En dat is wel grappig, want die zie je wel heel vaak zonder make-up. En mij dan weer niet. Maar als ik zo terugdenk, dan denk ik eigenlijk dat het bij mij is verpest. Toen ik een keer, dat ik een jaar of 15 was en ik de deur open moest doen thuis voor de vriend van mijn oudere broer. En ik had geen make-up op en ik doe de deur open en hij zegt, ben je ziek of zo? Nou, zie ik er dan echt zo slecht uit zonder make-up? Ja, nou goed, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Oké, lang genoeg geluld. We gaan dit doen. Ik wil niet! Oké. Zijn jullie er klaar voor? Tada! Dit ben ik. Eerste dag zonder make-up. Dan moet je haar wel goed zitten, toch? Ik ga zo de deur uit. Ik ga naar een afspraak met mijn ruggendokter. En ik vind het echt nu al zo gek. Ik ben helemaal ontheemd van mijn ochtendroutine. Omdat ik toch altijd wel 10 minuutjes of zo aan make-up spendeer. Het is wel lekker makkelijk. Ik heb kleren aan. Ik ben gedoucht. Dan hoef je verder niet zoveel zeker. Laten we dit gezicht maar even aan de buitenwereld zien. Inmiddels zijn we bij vrienden eten en ze hebben kaas en vlees voor me gehaald. Yay! Lars, ja? Zie jij iets aan mij? Je staat nu achter je. Ik wou net zeggen, ja. Dus heb je iets aan mij gemerkt? Ik heb gemerkt, nee. Oké. Okay. Nou, dan ben ik blij met dat antwoord. Oké, okay, ja, dat is goed. Nou, dat was hem eigenlijk wel. Ja, top. Ja. Super. Hoeveel steeds dit, Max? Dit is de derde. Er waren 8 kaas op mee. 50% daarvan is naar mij gegaan. Zie, wat vind jij nu van mijn hoofd 2 dagen make-uploos? Maakt die tijd uit? Nee. Je weet dat je hoofd heel mooi vindt zonder make-up. Wow. Dat je meestal niet eens ziet. Wow. Nee, ik vind daar eigenlijk niks van. Oké. Okay. Maar betekent dat ik een soort eternal challenge doe? Want ik ga altijd make-up los. Ja, dat is waar. Krijg ik nu extra props? Ja. Ben ik nu de ultimate? Dit gebeurt er als er? Ja. Dit gebeurt er als ik een rotkop heb. Maar. Het is zaterdag en we gaan Wie is de Mol spelen met een hele groep vrienden. En die vrienden, die ken ik al 10 jaar of zo. Maar ook die hebben mij nog nooit zonder make-up gezien. Dus vrienden. Dus ik ben wel benieuwd wat ze gaan zeggen. Hé hey Marietje, waarom heb je geen gezicht aan? Wat zeggen jullie? Wat zijn jullie? Oh, wat een lekker fris bekje heb je. Nooit meer doen make-up. Nooit meer. Still pretty. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Hey. Ik hoop dat even in de kerst weer te komen. Ho ho. I like your munchie looks like a ho ho. Oh. Max. Deal. Hij is een hele lange dag. Had je iets te zeggen over mijn hoofd net? Ik zei alleen maar van, hey, jij was een nieuw experiment. Experiment hoog.
Je blik van jou. Ja, dat is toch een lekker bekkie. Gewoon lekker appelwangetjes en zo. Ah, en jongen. Geen nul met die contourenmeuk en zo. Je ziet eruit als een mens. Zo, het is dag 3 alweer. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk nog steeds me heel erg bewust van het feit dat ik geen make-up op heb. Het went nog echt totaal niet. Ik merk ook dat ik afspraken een beetje vermijd. Of dat ik ze plan toch tot na deze week. Omdat ik dan weer make-up op kan, zeg maar. Dat is natuurlijk niet het doel van het experiment. Dus dat moet ik gewoon niet doen. Ik weet het. Maar dat merkte ik op bij mezelf. Het is zondag en ik ga niet zoveel doen. Even met een vriendinnetje koffie drinken. En verder een beetje chillen. Dus dat is op zich natuurlijk heerlijk, make-uploos. Oké, Anna zegt net, er is iets anders met je aan de hand. There's something different about me? I can't work out what it is. No? Are you kidding me? It's between here and here that there's something different. I have no make-up on. Oh! Oké. Zo, het is dinsdagochtend en ik heb een hele belangrijke afspraak voor de televisie. En dan moet ik nu heen met dit hoofd, dat slonzige hoofd, alsof ik het niet belangrijk vind en geen moeite ervoor heb gedaan. Zo voelt het in ieder geval. Gelukkig zie ik er zo uit, dus dat komt vast wel goed. Jij balanceert het allemaal weer een beetje, precies. Hè Max? Ik kan dan nog make-up. Ja. Lekker knap. Zo, meeting ging heel goed hè Maxie? Wij zijn weer thuis trouwens. Ik kan natuurlijk nog niet zeggen waar het over ging. Ik vond wel mezelf heel goed. Mijn naam is E. Oh, dat moet ik niet doen. Zo. Maybe not do that. Stap je wel eens zonder make-up de deur uit? Ja. Zie je mijn gezicht nu? Ja, ik ga wel eens zonder make-up de deur uit. Nee, vandaag niet zoals je ziet, want het is kerst, dus ik zit goed in de blamuur. Het is bijzonder wat je nu ziet, toevallig. Nee, ja? Ik hou echt van no make-up. Dit ben ik echt mijn allergelukkigst. Eigenlijk moet je de vraag stellen, ga je wel eens met make-up de deur uit? En dat is echt puur luiheid. Er zijn mannen die wel iets met make-up doen, denk ik. Maar nee, dat is niet helemaal mijn ding. Naar kantoor ga ik zonder make-up. Thuis sowieso zonder make-up. Boodschappen zonder make-up. Echt heerlijk. Een leven zonder make-up, ja. Mijn verzorgingsroutine voor ik de deur uitga bestaat uit tanden poetsen. En dan zo doen, met mijn haar. Oh ja, sorry. Hallo, zien jullie iets aan mij? Je hebt geen make-up op. Ja! Ja, dat ziet er mooi uit. Kijk nou, dankjewel. Ja. Wat is de achterliggende? Het is een experiment. Geen make-up. Een week geen make-up. Oh, lekker. Hebben jullie wel eens make-up op? Of hebben jullie... Yes, 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 yes. Ik werd nagefloten door de bouwvakker. Yay! Dan zal je wel geen bril in zijn zorgverzekering hebben, hè? Oh. You are gorgeous. Het experiment is al bijna afgelopen en ik moet zeggen, heel af en toe vergeet ik dat ik geen make-up op heb. Maar meestal ben ik echt nog wel angstaanjagend. Bewust. Angstaanjagend bewust. Van het feit dat ik geen make-up op heb. Dat is heus wel Nederlands. Ik denk dat een nieuwe roman van Leon de Winter. Ik sta jagend bewust. Nou, mensen snappen toch wat ik bedoel? Is dat zo, mensen? Is dat zo, mensen? Is dat zo? Kom het hieronder als je begrijpt wat ik bedoel. Oké, mooi moment om even mijn avondroutine te laten zien. En de beautyproducten die ik gebruik om dit gezicht schoon te maken. Want zelfs als je geen make-up op hebt, moet je natuurlijk je gezicht schoonmaken. Dus, dat doe ik altijd met deze van Kiko. Doe je dit? Ik ben hem ooit tegengekomen en hij werkt gewoon heel erg goed op mijn huid. Dus die gebruik ik altijd. Gezicht nat maken. Schuimen opsmeren. Zachtjes doen met je hoofd. Zachtjes de rest afhalen. En dan eindig je met een mooie kop. Oké, dan natuurlijk gezichtscreme. Ik heb de hele tijd deze gebruikt van Self. Die vond ik heel fijn. Die zijn ook vegan. Maar ik ben nu helemaal verkocht aan deze. Squalan heet het. En dat is een olie. Ook helemaal vegan. En het is dus van een stofje wat je huid zelf al aanmaakt. En daarom is het dus ook ideaal om te gebruiken als gezichtsverzorging. Zeker voor mensen met een gevoelige huid. Omdat dit gewoon eigenlijk nooit huid irriteert of,
of stofjes bevat dus die iets geks kunnen doen met je huid. Dus als je moeilijke huid hebt, is dit echt aanrader. Ik gebruik één druppeltje, één spuitje. En die wrijf ik zachtjes over mijn huidje. En dan nog als laatste tip. Deze. Dit is een gezichtsmasker. Dat doe je één keer per week. Denk ik. Tenminste, ik doe het één keer per week. Ook vegan en zo. En helemaal goed voor de wereld. En die kun je als masker gebruiken. Dus dat was hem. Dat was mijn gezichtsroutine. Ik ben natuurlijk helemaal geen beautyvlogger of iets in die trant. Maar misschien hebben jullie er toch iets aan. Bye! Jongens, de week zonder make-up is weer voorbij. En ik mag weer dingen op mijn hoofd smeren. En ik vind dat stiekem toch wel leuk ofzo. Ik vind dat wel... Ik heb er wel weer zin in. Ik heb het idee dat het best wel goed is geweest voor mijn huid. Om eventjes een weekje geen make-up op te doen. Dus dat kan ik je sowieso aanraden. En ik besef me dat dit heel dramatisch klinkt. Maar ja, ik heb toch echt wel een beetje een angst overwonnen ofzo. En ja, dan denk je misschien, bitch, shut up, doe normaal. Maar je kan niet oordelen over andermans gevoelens. En dit was nou eenmaal gewoon wat er bij mij dwars zat. Dus ja, ik ben heel erg blij. Ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan. Ik vond het echt niet leuk aan het begin. Maar ik moet zeggen, de laatste dagen ging het toch echt wat beter. Dus ik ga me nu even verder opmaken. Ik heb vanavond namelijk een feestje. Dus dan kan ik weer helemaal in de maquillage. Als ik dat zou willen. Ik denk dat ik voortaan vaker zonder make-up of met een klein beetje naar buiten ga. En ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie hier tegenover staan. Gaan jullie wel zonder make-up naar buiten? Waarom wel, waarom niet? Wanneer wel, waarom niet? Laat het me weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Benieuwd of andere mensen ook deze gevoelens met mij delen. En nieuwe ideeën voor experimenten zijn altijd welkom. En ik zie je snel weer. Bye bye! Doei doeg!